Mijn naam is Noralie Meeuwissen. Ik ben begonnen als advocaat stagiair op de arbeidsrechtssectie. Ik zag hier een legal lunch voorbij komen op de site. En daar heb ik me eigenlijk voor aangemeld. Wat voor mij een hele laagdrempelige manier was om kennis te maken met het kantoor. Waarna ik ben solliciteren. Ik zit dus in een team met 3 andere mensen. Dat maakt het ook wel weer heel leuk dat je vanaf het begin af aan gewoon echt... Ja, je bent gewoon 1 van de 4. Het is dan gewoon eigenlijk de bedoeling dat je van A tot Z het gewoon maakt zoals jij denkt dat het zou moeten zijn. Juist omdat je dus vanaf het begin af aan ook de e-mails uit je eigen naam verstuurt... leren de cliënten jou natuurlijk ook meteen vrij snel kennen. Maar uiteindelijk moet je dat ook juist leren en je hoofd koel houden, denk maar. Je komt natuurlijk pas als je bij een kantoor zit echt achter hoe dat dan in zijn werk gaat. Uiteindelijk mag je vanuitgaan dat alle kantoren in ieder geval een soort gelijke kwaliteit bieden. Dan ga je dus kijken naar waar kun je je thuis voelen, met welke mensen heb je een klik. Je kan het eigenlijk met iedereen vinden en iedereen heeft wat leuks. Als je het met andere mensen zou moeten doen, dan zou het denk ik toch ook niet hetzelfde zijn.